Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Vandaag is de tweede dag van de zitting tegen oud-minister van Financiën George Jamaloodin. Hij staat terecht in 3 verschillende zaken, waaronder de zaak Maximus. Volgens het Openbaar Ministerie is hij verantwoordelijk voor het geven van de opdracht van de moord op Helmin Wiels. Die werd op 5 mei 2013 doodgeschoten. Vandaag zullen 2 kinderen van Helmin Wiels, Savannah en Helmin junior, een schadevergoeding eisen van Jamaloodin. Dat werd gisteren al bekendgemaakt tijdens de eerste dag van de zitting. George Jamaloodin heeft gisteren al uitgebreid gesproken met de rechter over de zaak Germanium. Dat gaat over het verduisteren van een bedrag van meer dan 4 ton van de rekening van de overheid. Heeft Jamaloodin alle schuld bekend en gezegd dat hij het geld terug zou storten. In de zaak Passaat gaat het over de inkeerregeling waarbij zijn broer Robby dos Santos met medeweten van Jamaloodin gebruik zou hebben gemaakt en waarbij er valsheid in geschriften zou zijn gepleegd. Daarover zegt Jamaloodin niets verkeerds te hebben gedaan. In de zaak Maximus, waarvan Jamaloodin wordt verdacht van het geven van de opdracht van de moord op Helmin Wiels, zegt Jamaloodin niets met de zaak te maken te hebben. Volgens Jamaloodin gelooft de officier van justitie in de zaak Gerrip in roddels, fantasieën en geruchten. Volgens hem moet het OM stoppen met het geloven in sprookjes en heeft hij niks met de moord te maken. Het Curaçaose parlement heeft gisteren met algemene stemmen een motie aangenomen tegen een mogelijke oplegging van een aanwijzing door Nederland. Volgens het parlement zou een aanwijzing zeer nadelig zijn voor Curaçao en ook onverantwoord vanwege de al slechte economische situatie. Het parlement wil dat de regering haar partners in het Koninkrijk informeert over de onwenselijkheid van een aanwijzing. Komt die aanwijzing er toch, dan beschouwt het parlement de Rijkswet Financieel Toezicht niet meer als geldig voor Curaçao en gaat het zijn eigen begrotingskamer oprichten. Voorafgaand aan het aannemen van de motie was er een vergadering waarbij onder meer minister-president Rhuggenaath heeft gesproken. Daarin heeft hij nogmaals benadrukt dat hij het betreurt dat Nederland een aanwijzing wil opleggen aan Curaçao. Volgens hem stonden de 2 landen op het punt een samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Rhuggenaath stelde gisteren dat Nederland zowel een aanwijzing wil als een samenwerkingsakkoord. Maar volgens hem zijn die 2 niet te combineren. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn 4 personen gearresteerd die worden verdacht van mensensmokkel. Het gaat om 2 vrouwen, 1 uit Venezuela en 1 uit Santo Domingo en 2 Curaçaose mannen. Gisteren moesten ze verschijnen voor de advocaat-generaal en die heeft hun detentie verlengd. De 4 zouden betrokken zijn bij het binnenhalen van mensen op Curaçao en die hier te werk worden gesteld. Een van de betrokken mannen is eigenaar van een nachtclub. Het parlement van Curaçao heeft gisteren uitgebreid gesproken over de noodzaak van een kinderombudsman. Volgens parlementariër Giselle McWilliam is het noodzakelijk om op Curaçao een ombudsman te hebben die speciaal let op de rechten van kinderen. Daarin is volgens haar namelijk nog veel te verbeteren. Er wordt al lange tijd gesproken over de noodzaak van een kinderombudsman en het parlement wil dat het er nu uiteindelijk ook daadwerkelijk van komt. Ambulancepersoneel in de Amerikaanse staat Florida mag bewapend op pad als er een oproep is voor situaties met een verhoogd risico op vuurwapengebruik. Dat meldt CNN. Volgens de gouverneur van Florida is de maatregel afgekondigd zodat paramedisch personeel zichzelf kan bewapenen als er sprake is van zaken als schietpartijen, drugsinvallen, gijzelingen of zelfmoordpogingen met een vuurwapen. De gouverneur van Florida tekende vorige maand nog een wet die regelt dat ook docenten op een schoolcampus met een wapen mogen rondlopen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.